Goedemorgen. De kinders slapen nog. En ik heb gisteren ook, toen Gerald terugkwam van op stap, geluidsopnames gemaakt van wat hij allemaal aan het vertellen was. Altijd leuk om de volgende dag weer te horen. Echt een aanrader. En, hoe heet het? Nu ga ik... Ik wou eigenlijk even gaan editen, maar ik heb mijn laptop nog steeds bij hun op de kamer liggen. Dus ik ga eerst even alles naar mezelf sturen via WeTransfer. En dan denk ik dat ik een beetje ontbijt ga maken of zo voor ze. Misschien vinden ze dat wel leuk. Ik wou kaneelbroodjes maken. Want die doen het echt super goed, moet ik zeggen. Die zijn echt super easy. Super lekker. En ja, veel mensen vinden het gewoon awesome. Yeah. Ik ga wel even de kit opengooien hier beneden, want het is super warm binnen en buiten is nu lekker fris, gelukkig. Kijk, wat een mooie drolletjes. Cute. Ze zijn echt mini, maar ik weet zeker dat ze daar groter worden, dus is Gucci. Echt zo schetig. En lekker. Ook ei maken met spek of bacon, maar nu heb ik dus even vegetarische spekjes gepakt, want die smaken ook zo en die zijn eigenlijk basically gemaakt van groenten, dus iets gezonder. Ik ben benieuwd. Ja, dus die ga ik eerst eventjes bakken zodat ze goed knapperig zijn, want anders is het een beetje schuim, een beetje spons. En daarna ga ik de ei erbij gooien en kruiden en yum yum yum. Nou, ze zien er echt al goed bruin uit. Oh, de camera is volgens mij best wel vettig. Oh, it's done. Oké. Kijk eens hoe lekker ze eruit zien, joh. Een beetje aangefikte kaneel. But that's okay. They look awesome. En ik heb de andere lading er nu ook in gelegd. En nu eventjes over op het ei. Het ziet er net uit als wortel nu. Nou, het ei is eraan toegevoegd en nu ga ik het lekker husselen. Het ziet er echt super lekker uit en ruikt ook echt top. En deze zijn ook klaar. Nou, eindresultaat ziet er lekker uit. En ik heb de kinders even wakker gemaakt, dus die komen nu lekker eten. Nou, dat ziet er lekker uit. Ik denk dat ik nog een keer naar boven ga, want Gerald is er nog niet. Nou, Gerald en Julie zijn even de tuin aan het sproeien. Ik heb even de keuken opgeruimd en nu ga ik eventjes douchen. Hallo. Nou, ik ben zo goed als klaar. Ik moet alleen nog even mijn make-up doen. En ik heb gewoon even een zwarte lange jurk aangetrokken met mijn blije schoentjes. En een groot tasje. Lekker easy peasy lemon squeezy. En dan gaan we zo eventjes naar papa en mama thuis. Ik denk dat ik vandaag niet super veel met make-up ga doen. Een beetje mijn wenkbrauwen denk ik. En mascara. Dan vind ik het wel mooi. Wat? Ik ben even mijn nagels aan het doen. Ja. En Gerald die is aan bellen met Tino. Ja. Rozer. Wat? Ja, hallo. Ik heb al per lijst, dus ik heb 2 lijsten voor de Silent Disco, heb ik al voor ongeveer 50 liedjes. Lekker hè? Ja. Gerald heeft ook lekker gedoucht, dus is ook ready. En dan gaan we zo lekker Julie dumpen. Yay! Dus Julie is weer herenigd met haar vriendjes. Blije puppy! Nou, we zijn weer een aantal uurtjes verder. We zijn bij het Hof van Brabant geweest om te kijken of we daar met de verjaardag van Gerald en Tino kunnen vieren. En dat gaan we waarschijnlijk ook doen. En ja, was gewoon, dat is een super fijne zaal en je kunt er super veel mee en fijne mensen.
Dus dan weet je al snel dat het allemaal goed gaat komen. En dat is wel fijn bij een verjaardag, want je wil eigenlijk gewoon bijna nergens over nadenken. Nou, ik als eventmanager ben iemand die over alles gaat nadenken. En dat vind ik alleen maar leuk, want ja, anders is het niet je beroep, zeg maar. Dus ik was echt super tevreden over, dus waarschijnlijk gaat dat morgen. En nou ja, daarna zijn we gewoon naar huis gereden en papa en mama die komen dadelijk. Of nee trouwens, we zijn eerst nog even naar de Albert Heijn Excel gegaan om even een cadeautje te halen voor mijn neefje. Want vanavond hebben we een surprise party van hem. En nou komen we dadelijk papa en mama met Julie langs en dan gaan we lekker zelfgemaakte pizza maken. En dat is awesome, want dat is echt de beste pizza ever, vind ik. Dus zin in. En we zijn bezig met de pizza's. Normaal gesproken hebben we een andere bodem, dus dit was even een teleurstelling. Maar goed, we gaan het wel fixen en hopen dat hij een beetje dikker wordt, want hij is echt super dun. Dus ik hoop dat het een echte pizza wordt in plaats van een wrap. Nou, mijn pizza is klaar. Alleen nog even oregano, Italiaanse kruiden. En dan in de oven en als hij eruit komt, rucola overheen. En Gerald's pizza is ook klaar. Looking good. Doe ik net door. Yes, yes. En dan druk ik er wel op. En omdat de pizza's maar mini zijn, heb ik nog even wrapjes gemaakt met kip en komkommer en kruidenkaas. En mozzarella met tomaatjes, een beetje ham, een beetje brie en kruidenboter voor op de toastjes en aioli voor op de toastjes. En kip met paprika, komkommer en druifjes. Yum yum, een beetje tapas be-like. Ik heb er nog een beetje parmezaanse kaas op gegooid, want dat was ik even vergeten. Looking good. I like it, shoot. Bruh. En nou de rucola erop. Gooi het er maar op. Gewoon open scheuren. Ja. Hutse flits. Ik zou gewoon zo. Lekker vuil, lekker vuil. Lekker vuil, lekker vuil. Het is gezond, jongens, het is gezond. Zo, eindresultaat. Drinken? Ja, Gerald, ook drinken nog. Staat in de koelkast. We hebben lekker gegeten en nu ga ik eventjes het cadeautje in elkaar flansen. Eventjes kijken. Tada! We hebben een Bacardi glas vol met framboosjes en Bacardi ras en Fanta. En daar doen we een leuke kaart bij. En dan gaan we nog ballonnetjes hangen. Nou, hij is af. Nice. En de balloons. De oude buurman of de deur. Want zij ook benoemd. Proost. Ja, proost. Het is wel een mooi licht zo. Nee? Oh. Nee, mag ze werd geskipt. Nou, mensen. Er kwam al iemand naar ons toe lopen van jullie zijn vriend en vriendin of niet? Dus ik zei hoezo? Jullie zijn even bruin. Valt toch wel mee? Hij is bruiner hoor. Wat is een rosé bestel? Dus jullie zitten al heel braaf met de water. Ik kijk één keer weg. Rosé is leeg. Hoe kan dat nou? Ze hebben ook acrobatiek besteld. Hey, hebben we rosé besteld? Ja. Ja, ja, lekker maar. Laat het leven!
Nou, Teun die was even naar huis om een trui te halen. Dus toen zei ik, nou, neem er voor mij ook één mee. Nou? Lekker geclaimd. Nou? Nou? Nou. 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 Best een goede bitterballen. Ja, ze hebben hier echt goede bitterballen. Echt grote. Top. Even veiligstellen die wijn. Nee. Kom maar. Even flitsen. Oké, 3, 2, 1. Jongen, daar in de saus. Had hem. Kom op, Jules. Kom op. Kom op. Ja, waar is hij nou? Ja, Loes. Nou, Loes, help me dan. Met z'n tweeën. Kom, hoppa. Trek jou maar uit je kom. Ja, nou was het weer. Oh. Ja, we kennen weer. Hey. Nee, maar zij is niet zo sterk. Nee, maar Sal is fucking sterk. Ik durf niet, ik durf niet. 3, 2, 1, go! Ja! Doe eens even. Wat was dat ze nou? Oh ja, dat weet ik. Zo, rakkers! Zullen we daar even de muziek in gaan brengen aan de gouden driepoot? Ja? 3, 2, 1, proost! Handje voor de sfeer, voor de sfeer! Hey, Vicky, toch? Ja. Nou, wij hebben Judy nu net even gedumpt en we gaan nu naar Geldrop. En Gerald is aan het facetimen met Tino. Het ziet er gezellig uit. Dat is sick, man. Maar, hoe heet het? Het was gezellig bij mijn neefjes verjaardag. Hij had het echt niet verwacht. Hij had echt zoiets van, wat gebeurt er nou? En iedere keer dat hij zat daar zeg maar vanaf 7:30 of zo. Hij zat daar gewoon met zijn familie eventjes een toetje te eten. En telkens kwamen er mensen weer bij en echt... Hij dacht, hoezo zijn jullie hier? En ook toen wij kwamen, dacht hij al helemaal zo van, Dus dat was echt super grappig. Hij werd gewoon continu verrast. En, nou ja, Gerald die is voor de eerste keer Bob. Hoe vind je het om Bob te zijn? Yo. Oké. Nee, ja, hij... In de eerste keer. Hey, gaat lekker. Ik heb ook een keer gedronken, zeg. Maar ik heb lekker wijntjes gedronken en het was echt super gezellig. En Gerald is voor de eerste keer gaan boppen vandaag. En ja, vind ik eigenlijk hoe grappig. Normaal ben ik degene die bopt, dus geinig. En ik zie nou dat ik allemaal foto's doorgeappt krijg, dus die ga ik lekker even kijken. En wij gaan nu terug naar Geldrop rijden en dan lekker slapen. Dus welterusten en tot morgen. Doei!